Maart, luister even. We gaan eerst één keer oefenen nu. Ja, honden. Het is een ongewone situatie voor ons, want wij filmen iemand die aan het filmen is. Wat is een lipdub? Het is een kort filmpje op een muziekstuk, waar een kind het hele nummer zeg maar, moet proberen uit te beelden op een bepaalde leuke, interessante manier. En de lipdub, leuk van de lipdub is dat er niet in gemonteerd wordt, dus het moet in één shot wordt het opgenomen. Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Ja, dat vereist heel veel goede voorbereiding, concentratie en samenwerking. Maar deze kinderen hebben dat heel goed opgepakt. Dat je op die plek staat, hier waar stond er niet. Hè? Wat hebben ze bedacht? Nou, ten eerste de aankleding is heel erg leuk. Ze gebruiken woorden op een bord waar ze tekst mee uitbeelden. Trapt geluid iemand van de leuning af, waardoor je dynamiek in het beeld krijgt. Dat soort dingen. Mensen verschijnen achter een pilaartje. Dus op het moment dat je niks verwacht, dan gebeurt er gewoon weer wat leuks in zo'n filmpje. Hebben jullie een super liedje van Junkie XL? Heeft u dat uitgekozen of hebben de kinderen het? Dat hebben de kinderen zelf uitgezocht. Juf Claudia, wat ziet u er prachtig uit? Vandaag ben ik juf Anita. juf Anita. Jullie zijn een lipdub aan het opnemen. Hoe bent u op het idee gekomen? Nou, we mogen ieder jaar kiezen uit een programma van het UZK. En we vonden het echt superleuk. Vooral omdat kinderen het ontzettend leuk vinden om te dansen. Het heel veel zien op internet natuurlijk. Het is alweer ingehaald volgens mij door de Harlem Shuffle, als ik het goed begrepen heb. Maar dit vinden ze echt heel leuk om te doen. Lekker door de school heen dansen. En we hebben het filmpje ook daarna van de school. Dus het is super gaaf. En wie heeft het liedje bedacht? Ja, wij met z'n allen eigenlijk. Het is een heel swingend nummer. En we hebben de tekst al van tevoren geoefend. En even de rookmachine aanzetten hoor. Ja. Maar met z'n allen, ja. Nou, ga even voor de final shot en ik spreek je later. Dag! En Jasen, hoe ging het? Het ging wel goed. Ik vond het ook wel leuk. Het was wel ook een beetje moeilijk. Wat vond je er moeilijk aan dan? Ja, ik weet niet. Maar er waren wel fouten gemaakt. Wat voor fouten? Het zag hartstikke goed uit. Ja, maar we kwamen niet op tijd op sommige plekken. En op het eind was het wel leuk. En heb je ook nog helpen bedenken qua muziek en pasjes? Oh ja, we hebben ook zelf onze pasjes bedacht. Wat vond je het leukste onderdeel? Toen ik ging dansen op de tafel. Ja, want dat ging aardig goed, hè, volgens mij. Ja. En heb jij ook nog pasjes bedacht? Ja, dansen. Ook het bord heb ik bedacht. Gaan jullie nu de hele tijd dit soort dingetjes doen om te vieren dat jullie voor school afgaan? Dat weet ik niet, maar ik hoop het wel. Dat is wel leuk.